Voor wat betreft de koers, ja, ik heb al aangegeven dat er een platform is. We hebben gisteren gesproken en vandaag staat op agenda van de regering. Ik heb het geloof dat al de maatregelen die geïdentificeerd zijn door alle partners in het platform, als alle maatregelen integraal in samenhang uitgevoerd gaan worden, dat de koers te beheersen is. Maar daar begint het al dat niet een ieder zich daaraan heeft gehouden. En dat staat vandaag op de agenda, dat we een strakke aansturing zullen moeten hebben vanuit de regering, vanuit de centrale bank, met name de monetaire autoriteiten, samen met die autoriteiten die dan sanctionerend en controlerend moeten zijn, dat het agressiever moet. We moeten de samenleving gaan beschermen. Het is inderdaad vervelend voor ons als regering dat de centrale bank steeds zegt dat zij niet effectief kan optreden vanwege het feit dat IMF zegt, nee, je moet, die koers is zwevend. En wij zeggen, laat die koers bepaald worden. Want als die koers bepaald kan worden, dan heb je weer een wet die je kan toepassen. En dat is die valutawet die praat over de centrale bank bepaalde koers. De governor zegt, nee, nu kan ik niks doen, omdat de centrale bank niet de koers bepaalt, maar de koers wordt genoteerd op basis van 3 momenten per dag. En daar is een issue, wat we nu aan het onderhandelen zijn met IMF. Waardoor je met die verduidelijking meer autoriteit kan geven aan die centrale. Maar goed, het staat op agenda. Nogmaals, de maatregelen zijn geïdentificeerd. Laten we alle maatregelen implementeren en dan gaat u zelf merken dat het gaat stabiliseren.